hier zijn ze dan, de leukste drieling van Nederland met... Jaden. Jalicia. En natuurlijk Jason. Dames en heren, dit is Good Life. Papa pijn en rug. Oh, kun jij vertellen? Ik dacht papa het ging vertellen. Nou ja, papa heeft inderdaad pijn in de rug. En daar hebben papa drie doktertjes, hè? Ja. 1, 2, 3. Ja. Even kijken, Jaden gaat het dokterskoffertje halen, hè? Ja. Zo, en dan gaan jullie mij opereren, hè? Ja. Jullie gaan me beter maken. Ik ga het beter maken. Ik pak die hamer. De hamer? Wat was je van plan te gaan doen dan? Ik pak die. Ik pak die. Au, au. Au, au. Ik heb die, ik kan het niet te gaan. Ik had last van mijn rug en niet van mijn ellebogen, toch? Kan ik niet te gaan. Doen? Ik maak een stuk sneller vuil eruit knippen. Kijk ja, maar goed, dat ge echt komt dus koffertjes. Gelukkig allemaal veilig plastic. Ja. Ja, dan komt dokter Jalicia. Ja. Nou, zeg het maar dokter. Knip mijn hele handen eruit. Wat ben jij dan? Knippen. Ik heb niet van de handen genomen. Nou, ik kan intussen misschien wel even vertellen. Ik heb inderdaad een paar jaar geleden een flinke ontsteking gehad in de ruggenwervels. Daar ben ik toen een paar weken voor in het ziekenhuis geweest. Maar ik heb namelijk weer rugpijn, dan ben ik op dezelfde plek, dus ik ben bang dat ik het weer terugkrijg. Maar ja, we gaan naar de dokter en alles. Die gaan onderzoeken verrichten op mij. Dan gaan we kijken hoe dat af gaat lopen. En ja, maar dan kunnen de kinderen weer doktertje spelen, hè, met papa. Die moet in papa's oor. En zie je wat, dokter? Ja. Ja? Hamer. Wat is het, dokter? Ik joh, kijk uit mijn klokkenspel, joh. Wat is dat, dokter? Ja. Heeft iemand aan de papa zijn hart geluisterd? Ja. Dat doe je hiermee, ja? Katten! Ja? Ik ga het aan. Nee! Ik ja, is dat goed? Eerdruim. Ja. Ben ik beter? Voor mij wordt een koffertje gestopt in de tussentijd. Au joh! Dat is geen dokter meer spelen. Dat is gewoon martelen wat jullie aan het doen zijn. Dit is gewoon de martelbank. God. Drie dat kleine sadisten. Knippen. Dat is de titel ook. Drie kleine sadistische doktertjes. Hé jongens? Ja. Ze zijn zo lief. Ik heb trouwens nog beelden daarvan. Die zal ik even laten zien in de tussentijd. Want ik ben serieus gewoon het huis uitgetuind op het oude adres. Omdat ik zo last van de rug had, konden ze me niet via de trap naar beneden krijgen. Ik kon niet het bed uit. En dan ben ik naar beneden getuigd. Ik heb Melanie toen gefilmd over zijn disten gesproken. Dat vond ze toen erg leuk te rampen is om dat te filmen. Papa stelt ze stil. Ja, heel mannetje. We mochten er al door drie jongens halen. Ja, dat waren alleen met als ze zacht zo gelopen. Dan heb ik net zijn hoed staan. Welkom in mijn oude straat, dames en heren. En je ziet het, er is een heel circus uitgerukt om uit het huis te halen. Een complete brandweerauto, een ambulance en al die mensen waren maar druk mee om mij via het raam naar buiten te krijgen. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook gelukt. Papa Pina, kijk, papa een beetje pijn. Ja, daar zit er, hè. Even laten hangen, hè. Goed? Ja, liggen in de stoel in de kamer zitten. Zie je, dan moet ze wat geld hebben, dat ze anders als die deur dus zo voor tegen Michael als het is. Kijk, daar gaat hij dan, de Flying Dutchman. Ja, verwissel de accu. Nou weet ik niet wanneer ik beter af was, toen de tijd of nu op die martelbank. God, hè, wat was je aan het doen, joh? Zo, zou papa jou eens gaan onderzoeken? Nee, ik ben klaar. Nu ben ik klaar. Even
spuit. Geef papa maar een spuit, Jaden. Hey, voor zijn dochter ben ik beter. Ja, want Jaden gaat je nog even spuiten. Maar ik heb nog pijn. Kijk, wacht even, voor is het een beetje onkant. Kom. Jaden gaat je spuit zetten. Zo. Allee, hier heb ik pijn, jongens. Daar. Ik had ook een plaats die hier zitten, precies. Onder die wervel, daar ergens. Kijk, hier ergens. Daar ergens. Ah. Sorry, schat. Sorry, schat. Hier heb papa pijn. Beetje voorzichtig, jongens. Papa. Ja. Medicijn. Medicijn. Zet hem de spuit maar, schat. Medicijn, papa. Medicijn. Kijk. Ja, met je in de mond. Ah. Ik ga. Galicia, wat ben je aan het doen? En papa pikken maken. Vind je dat leuk? Ja. Tjera, wat ben jij aan het doen? Opruimen. Wat ben jij aan het doen? Opruimen. Opruimen. Is papa al beter dan? Opruimen. Ja, papa is beter. Is papa beter? Ja. Denk jij, Jason? Jason, moet je handje voor de camera weghalen. En dan moet je papa filmen. Ja, papa hoi. Denk je dat ik al beter ben dan? Nee. Nee, hè? Nee. Oh, wacht even, Jason. Maar dan zie ik wat bij jou ook. Ik ga jou filmen. Dat gaat even in orde maken. Zien jullie dat ook, mensen? Jason is ziek. Ga maar eens even beter maken. Mag ik voor jou de hamer? En het mes. En de zaag. Daar staan we. Ja, dankjewel. Daar gaan we. Nee, ik moet je beter maken. Ik doe jou. Doe jij dat? Ik doe de poot. Au. Au, au, au. Nee, wacht even. Wacht even. Wacht even. Hier. Zo, 1, 2. Ik doe. Ik. Ik moet je beter maken. Oh. Ja? Oh, nou kijkt hij echt zielig. Ja, nou kijkt hij echt zielig. Kijk eens, nou kijkt hij echt zielig. Ja? Oh. De comedianten die trekken voorbij met die jongen. De volgende is aan de beurt. Jellycia, die is ziek. Hoe zielige kijken, Jellycia? Zielige kijken. Kijk, daar komt de dokter, daar komt de dokter. Niet in het oog, niet in het oog. Nee, dat is gevaarlijk, niet in het oog. Ik heb wel een hamer. Pok. Leti! Pok. Leti! Pok, ik maak je beter. Pok. Nee, nu die haar. Dr. Jason, of Dr. Jaden, Dr. Jaden. Jellycia moet onderzocht worden. En Dr. Jaden, wat ben je aan het doen? Temperatuur aan het meten? Ben je temperatuur aan het meten, Dr. Jaden? Niet zo hard. Ja, de volgende is ziek. Jaden, jij mag erop als laatste. En mag ik filmen? Wil jij filmen? Ik wil filmen. Nee, Jellycia mag een keer filmen. Je hebt net gefilmd. Hij pakt toch, Jason. Ja, ga je doen. Dr. Jason. Jaden mag niet aankomen, die. Nee, je moet Jaden ook behandelen. Ja, dokter. Ik heb hier pijn. Heb je daar pijn? De dokter gaat naar je kijken. Dr. Jason, wat ga je nu als eerste doen met Jaden? Hij mag leeg weer. Ga je eerst vullen. Wat zit erin, dokter? Een limonade van oor. Limonade? Van oor, van die spuit. Van die spuit. Ja. Limonade in zijn oor, daar zal hij vast beter van worden. Beter worden. Dan moet de hartje luisteren. Voel je al wat beter, Jaden? Ja. Met de limonade in je oor. Gaat het nog, Jaden? Nee. Oh, zijn die kinderen te goed, hè? Ze nemen hun rolletjes allemaal heel serieus. Zo. We zullen acteurschool beginnen met ze. Nee, ga. Hoe doe je dat? Nee, de dokter is even met je bezig, Jaden. De dokter weet wat hij doet. De dokter moet dat doen. Nee. Ja. Help! Pak maar, wat dokter? Ik geloof niet dat hij beter wordt.
geloof niet dat hij beter wordt. Die moet je teruggeven. Dit is van mij, dit is niet van dokters. Nee, maar je hebt eens een gips eraf getrokken, dat doet zeer. Je hebt zomaar het gips eraf gebroken en nu dan ga je het zomaar aan de been vastmaken. Van zijn arm naar zijn been. Nee, je moet terug doen op zijn arm. Als zijn arm gebroken, trek jij zomaar het gips eraf. Goeie dokter ben jij. Zo. Nou, en zo kunnen we uren doorgaan. Ben je blij, Jaden? Ja. Oh, wat leuk. En nog even die schaap. Oh jee. Daar kan hij ook nog eens wat mee. Ja? Nou, Jaden. Nou, Jaden. Oh jee, ik krijg nog assistentie erbij ook. Moet beker horen. Lee. Ja. Jaden heeft geen zin meer. Bij dochter. Lee. Geef aan mij, die wil. Geef je al zijn vingers eraf. God, dat is een erge dokter dit. De horrordokter van Sittard. Als je ziek bent, bel je mij op. Is goed joh, we zullen je bellen als ze ziek zijn. Daag! Ik ben ziek. Ja, we blijven ziek zijn, we gaan iets anders doen. Daag! Ja, laat de dokter mee. Nee, we gaan iets heel leuks doen. En dat zien we de volgende keer op Good Life. Dag poepie. Dag poepie. Dag poepie. Dag poepie papa. Vond je dit leuke video? Doe een like. Daag. Tot ziens.